Zo, vandaag dag 2 van de MVP Summit. En er staan weer behoorlijk wat sessies op programma. Vanavond hebben we een dinner, nou ja, eten. En kunnen we praten met de product groups. En dat is dan op de campus van Microsoft. Het is nu hier in Bellevue is het 6:10 ochtends. Over 50 minuten ga ik naar de bus. En dan brengt de bus me naar de campus van Microsoft. En daar hebben we in building 33. Dat is het grote gebouw waar heel veel bedrijven langskomen bij Microsoft. En daar krijgen ze de briefings. De executive briefing room dinges. En daar hebben ze allemaal zalen. En daar kunnen we sessies volgen. Ik ga kijken of ik straks een paar foto's of een paar filmpjes kan maken van hoe het daaruit ziet. Oké, later. Daar zijn de bussen voor de andere gebouwen. Zo, dit was de tweede dag. We zitten nu weer in de bus. Dinsdag. We zitten nu weer in de bus terug naar... waar gaan we eigenlijk heen? Naar Hyatt. Naar de Hyatt, oh ja. En het centrum. Vanuit het Hyatt gaan we naar Bellevue Square, naar het winkelcentrum. Kijken naar Tesla, onder andere. Microsoft Store, Apple Store. En Starbucks koffiedrinken. Fossil horloges. En dan... en er is nog een borrel bij de Apress. In de Tavern Hall is de Apress de boekenuitgever. Ja, dus daar gaan we dan ook nog even heen. En vooralsnog zitten we in de bus. En, als je achter hier bij het conventiecentrum. Daar zie je het conventiecentrum dus. Dat zijn weer die dingen van Ruud. De building. Ja, Ruud de Jonge zie je daar op die palen hangen daar. Die diamanten. Daar staan alle medewerkers die in dat jaar begonnen zijn bij Microsoft. Die staan daarin genoemd. Ja, en er 25 jaar zijn. En er al 25 jaar zijn, ja. Dat moet dan wel. Ja. En de eerste is natuurlijk Bill Gates en Paul Allen. En daar zie je daar in het hoekje. Daar was de borrel met de product group van Azure. En aan de andere kant, dat zie je niet achter mij, was de product group Visual Studio Technologies en de talen. En zoals je ziet, wordt er heftig gediscussieerd over producten op Azure of op talen of whatever. En kun je alle vragen stellen die je hebt. Nou, het is alleen heel erg druk, dus je kunt niet heel makkelijk toegang krijgen tot de product groups. Maar, heb jij nog leuke sessies gezien vandaag? Nee. En als ik ze wel had gezien, dan mag ik niks over zeggen. Je mag er niks over zeggen. Ik heb wel een leuke sessie gezien, mag ik ook niks over vertellen. Maar wel iets wat ik nog niet eerder had gezien. Wat ik nog niet eerder had gezien. Dus ik heb echt iets nieuws gezien. Dat vond ik wel interessant. En de laatste sessie was de
Scott Guthrie. Scott Guthrie, hoe heet het ook alweer? Unplugged. En dan neemt hij allemaal vragen uit het publiek en dan praat hij. Dat is wel leuk, want dat hij gewoon op een notitieblokje schrijft die vragen erop en dan gaat hij ze ordenen. Ja, clusteren bij elkaar. Ja, hij opent een notepadje en dan vangt hij allemaal vragen op 25 of zo. En dan gaat hij bubbels sorten. Dan gaat hij ze beantwoorden voor zover hij dat kan. En dat doet hij echt altijd. En dan verbaast het me altijd hoeveel hij uit zijn hoofd weet. En hoeveel hij weet wat zijn productteams allemaal, die onder hem vallen, allemaal weten en doen. Dat bevalt me altijd op. Maar goed, dat was een hele leuke sessie. Echt veel details niet, maar ja, daar kan ik niet over praten. Maar, helaas, pindakaas. Maar dit... zeker wel erg leuk. Nou, we spreken elkaar weer ergens in Bellevue. Ja. Doei. Doei. Zo, nou zijn we weer in de Hyatt. Maarten is nog even zijn netwerk aan het zoeken. Wifi hier. Kijk, en dan zie je hier een bordje staan. MVP Summit Breakfast. Dit is gewoon een hotel. Hotel. Met een conferentiecentrum erin. Met grote ruimtes en zalen. En overal waar je kijkt zie je nerds lopen. Of zitten met laptops. Of foto's te maken. Of, hey Maarten. Of ze zitten hier te kletsen. Of te praten. Of te coden. Ze zitten nu nog allemaal in dat andere gebouw, maar straks als ze terug zijn, dan zit het hier weer vol met allemaal deffers die aan het deffen zijn. Overal waar je kijkt, Microsoft. Dat is Bellevue Square, de mall. Daar gaan we zo naartoe. Daarbovenin zit ook de Lucky Strike, dat is een bowlingbaan. Daar zit nog een Italiaanse restaurant. Er zit ook nog een bioscoop hier bovenin. En als je nou MVP'ers tegenkomt en die hebben het over Joey's, over dat het zo gezellig is, dit is het beruchte Joey's. En wat doen MVP'ers als ze in Bellevue zijn? En ze zitten in de Hyatt, dan gaan ze borrel drinken bij Joey's. En waarom? Nou, de serveersters die daar werken, die worden geselecteerd. En die zien er niet onappetitelijk uit. Dus daar is een reden voor, zullen we zeggen. En allemaal van die mannen op weg van huis. Die vinden het natuurlijk heel gezellig. Nou, is groot. Oh, hebben we een stoplicht gemist? Ja. Nou, dit is een kruising op Bellevue Square. Hier links. Leuke auto. Een mooie Porsche. Je ziet echt van alles rijden hier. Even kompie. Joef. Zo, dus we zijn nu in de mall. En hier zit echt van alles. Van achter mij staat de Starbucks. Ja. En dat is Amazon Bookstore. Swarovski, Coach, Macy's. Nou, alle Amerikaanse winkels die je wel kunt bedenken. Of wat je maar bedenkt. Er is ook een Lego Store. Er is nog een Apple Store. Zit in die gang daar. Kijk, daar achterin. En daar zit ook de Tesla. Kijk, daarachterin zit Nordstrom en dan daarvoor zit de Microsoft Store. En de Apple Store zit daar weer boven. Die zit linksboven. Dus rechts zit Microsoft, linksboven zit de Apple Store. En achterin, voor de Nordstrom, daar zit Tesla. Als het een beetje mee zit, kun je het net zien daar achterin. Een beetje inzoomen, daar zie je nog net de T van Tesla. Thank you.
Nou, Maarten, hoe vond je dat? Dat is wel even een andere koek, dacht ik, of niet? Ik dacht het wel, hè. Zaten we toch... Maarten heeft in de achterin in de 3 gezeten en in de voor in de voor X, in de X, ja. Ja. Dat was, de X was deze hier zo. En de 3 staat hier. Dat is de 3. En dan hebben we daar nog een S. S, E, X. Right. Hoe cool is dat? 100.000 euro, 50.000 euro, 100.000 euro. Gewoon aan bij, hè? De X is iets duurder dan de S. Nou, ik heb erin gezeten. Ik kan niet wachten tot die geleverd wordt. Cool. Zo, we zijn nu in de Tavern Hall again. Daar waren we gisteren ook al. Maar nu hebben we feestje van Apress. De boeken. En zoals je ziet is het niet heel druk. Maar ik was hier een technical reviewer voor. Maar wij komen voor de bier. Want op internet blijft op internet. Hè? En nu denkt iedereen, oké, dus zo'n summit is eigenlijk alleen maar bier drinken, Maarten. Hard werken. Hard werken, inderdaad. En televisie kijken. Nog, televisie kijken. Hallo, en Iris is er ook nog. En Iris daar. Iris Klaassen. Vast iemand nog wel gezien ergens. Normaal gesproken had ze altijd alle allerlei kleuren haar, toch? Ja. Deze keer is het gewoon blond gebleven. Maar goed. Zo, we zijn hier weer in het Hyatt Hotel. Lopen we terugweg. Weer. Op de terugweg. We zijn op weg naar de bussen. Klinkt allemaal wel heel glamorous, maar het is 8:15 van 's avonds, ik weet niet. Hard werken. We gaan nu terug naar het hotel, want we zijn moe. Tenminste, ik ben moe. En ik ga thuis, nou ja, thuis op mijn hotelkamer ga ik nog even... Thuis. Ga ik deze vlog nog eventjes bij elkaar harken. En dan wordt het een vroege avond. Want morgenochtend dan... nou... Vannacht was het om 3:00 dat ik wakker werd. En dan is een dag tot 8:00 is heel lang. Maar we zien wel. Komt dan wel weer goed. Volgende week kunnen we weer uitslapen, zullen we zeggen. En zoals je ziet is het nu hier een stuk leger dan gisteren. Kijken of er nog een bus gaat. Er staat nog een heleboel zooi. En, kijken of er nog een bus gaat. We gaan nog even kijken of er een bus gaat naar ons hotel. Anders moeten we nog lopen. Tot later. Helaas. Verkeerd gelopen. De bussen rijden niet meer. Dan moeten we naar het hotel lopen. Dat is helemaal de andere kant op. Voor jou is dat? Hoe ver is het? Nou, 2 kilometer, 3 kilometer. Het is iets meer dan 2 kilometer, maar... 2 mijl misschien. Het is een kwartier lopen, man. Maar goed, geef niet, we hebben genoeg energie. Ja, we hebben net getankt. We hebben net afgetankt. Komt allemaal goed. Hè? Doei. Maarten loopt daar aan de overkant. Die zit aan de andere kant van de snelweg. Zit hij in een hotel, de Hampton Inn. Ik loop die kant uit. Daar zit de Red Lion. En... nou, ik ben bijna in mijn hotel. Ik kan bijna mijn bed in. Maar het is nog maar 8:15. Nou, even lopen. Zo, nou, daar was ik dan weer. Terug in mijn hotelkamer. Netjes opgeruimd weer. En de avond of de dag is weer voorbij. Het is inmiddels, even kijken. 8:57. En ik ga nog even televisie kijken en ik ga deze filmpjes eventjes van vandaag achter elkaar zetten. En morgen, als ik op campus ben, dan ga ik nog even een blokje rond. En dan film ik nog wat meer gebouw op campus. Kijken of dat wat oplevert. Nou, tot morgen!